Ik denk dat wij onze diplomatieke rol die we altijd in de wereld hebben gehad, weer terug moeten nemen. Dat ruige taal van een aantal partijen hier die denken van dat ze met wapens, met vechten, problemen in de wereld kunnen oplossen, voorzitter, daar kunnen we de oorlog niet mee winnen. Mijn vraag is, moet Erdogan hetzelfde doen wat Nederland doet? Moet Turkije hetzelfde doen wat Nederland doet? Dus ook alleen maar nog een leger voor de diplomatie, voor de wederopbouw en voor hulpverlening en vredesdoeleinden. Moet Erdogan hetzelfde doen? De heer Öztürk. Voorzitter, ik stel voor dat de heer Bontes de partijprogramma, verkiezingsprogramma van Brand Denk leest. Nou, voorzitter, dat is een ontwijkend antwoord. Antwoord nu eens een keer gewoon. Antwoord nu, als het om Turkije gaat, dan blijft de heer Öztürk en ook de heer Kuzu altijd stil. Dan komt er nooit een concreet antwoord. Turkije wordt afgescherpt, Erdogan wordt afgescherpt. Mijn vraag is, onzin. U staat hiervoor te pleiten om het Nederlandse leger zowat af te schaffen. Onzin. Moet Erdogan hetzelfde doen? Waar ligt uw loyaliteit? Onzin. Dat vraag ik me af. De heer Öztürk. Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Wie ben jij? Via de voorzitter spreken. En we zitten hier niet. Je moet eens dus goed nadenken wie jij wie ben jij wel? Stelt. Wie ben jij nog wel? Wie joh? Ben jij om mij een loyaliteitsvraag te stellen? Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik er gaan wonen. Ik hou van lekker Nederland. Turkije. Ik hou van Nederland, ja? En jij moet. Niet. De heer Öztürk via de voorzitter spreken. En u en niet jij.